Oh! Oh! Daar is de man met het lelijke kapsel. En daar is zijn broertje met een nog lelijkere kapsel. Yo Nintendo fans, yo Rickachu Army. Wil je ook in de Rickachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis, dus kan je gewoon even doen. En super tof dat je kijkt naar je favoriete Nintendo kanaal. Wij zijn bezig en bijna aan het einde van onze Pokémon Sword and Shield playthrough. We hebben vorige week gebattled tegen Swarbert en Shubert. Die twee kwamen ons even verrassen, die twee mafkezen. En nu moet ik even terug naar Sonja, want ik moet eventjes naar haar kantoortje toe om even te kijken wat ze allemaal aan het uitvoeren is. Want zij weet waarschijnlijk wel, maar Swordbird en Shubert, wat een lelijke namen ook. Waar die twee gasten zijn, het zijn echt pjokemoekoes van de bovenste plank, jongens. Oké, we zijn in ieder geval bij het kantoortje van de chick, van Sonja. Jij bent geen Sonja. Professor Sonja, je hebt een bezoeker. Oh, kijk, daar is Sonja. Hallo, heb je een assistent te pakken, Sonja? Ze zeggen ja, ik was bezig met mijn onderzoek, dus ik kon wel wat extra hulp gebruiken. Ik heb alle Wishing Stars die Chairman Rose had hier bij me in het laboratorium. Het was een beetje hectisch hier, maar mijn assistent heeft alles flink goed afgehandeld. Ze helpt me goed mee. Nou, helemaal top. En de assistent zegt, nou, ik heb niet zo heel veel gedaan hoor. Jij bent Rickachu, de kampioen toch? Ik ben blij je te ontmoeten. Het is een eer. Nou, het is ook een eer om jou te ontmoeten, mevrouw de assistente. Kom even hier, zegt Sonja. Er is iets wat ik je wil laten zien. Oké, waar moeten we naartoe? Wat heb ik jou om mij te laten zien, joh, Sonja? Hier, de Power Spot Detector. Dit herkent waar Dynamaxen mogelijk is. Er is op sommige plekken in Kalar hoge waarde en daar kan je dus Dynamaxen. En ik heb iets uitgevonden. De Powerspot detector reageerde toen die twee, Swordbird en Shubert, bij elkaar samenkwamen. Volg de aanwijzingen van de Powerspot detector en je zou die twee zwaard- en schild-weirdo zomaar eens even kunnen vinden. Ze mogen claimen dat ze van koninklijk bloed zijn met haar mooie naampjes, maar ik noem ze gewoon weirdo's. Heel goed, ik noem ze ook weirdo's. Ik heb overal Powerspot detectors geplaatst in Galar en nu is het hun tijd om te shinen. Oké. Ja, oké. Oh, kijk, we moeten nu hier naartoe. We moeten naar Motostoke. Nee, we moeten eerst naar Turfield, blijkbaar. Er is iets gaande in Turfield. Oké, Sonja, rustig maar. Je hoeft niet gelijk zo te stressen. Chill. Het is een grotere reactie dan dat ik dacht. En het komt van Turfield Stadium. Je kan altijd al Pokémon Dynamaxen in een stadion. Dus dat is niet heel erg gek. Maar de waarden zijn hoger dan normaal. Het kan die turnen dus niet zijn, want die heb je al gevangen. Misschien is het iets gerelateerd aan die zwaard- en schild-weirdo's. We moeten het even gaan checken. Jij bent de nieuwe kampioen, Rickachu. Ik heb het in je townmap gezet waar je naartoe moet. Dus oké, is goed, man. Laten we gaan. En snel ook. Dag, mevrouw de assistente. Yo, en dan moeten we nu snel naar het stadion. Hallo, waarom sta jij hier trouwens zo te denken? Denk gewoon dat route 5 lang is. Nou, gefeliciteerd. Oké, let's go. We gaan naar het stadion. Wat is er allemaal gaande hier dan? Als ze dan een gras-Pokémon moeten gaan battelen, dan zet ik in ieder geval Colossal even op plek nummer 1. Yo, hey, Pierce is er ook. En Milo. Die zeggen, hallo, kampioen. Dus je bent al gekomen. Ja, ik ben gekomen. Maar wat is er nou gaande? Pierce zegt, oh, je bent de nieuwe kampioen. Je bent groter dan een Dynamax Pokémon, Rickachu. Dit zijn geen zaken waar je je mee hoort te bemoeien. Jawel, ik kom jullie gewoon helpen. Nou, er is iets gebeurd. Maar het publiek en de mensen die hier werken, die zijn in ieder geval al veilig. Oké. Oh, rustig. Gian! Welke Pokémon is dit dan? Hey, Hop is er ook. Die heeft het halve stadium geëvacueerd. Lekker bezig, Hoppie. En Milo zegt, ik wist dat ik op je kon rekenen. En Hop zegt, ja, maar ik heb wel de halve finales verloren. Dat maakt niks uit, Hop. Een beetje zelfvertrouwen, vriend. Hop zegt, ik heb die rode en blauwe gasten achterna gezeten. En ze zijn inderdaad hier in Turfield Stadium. Maar ja, toen ben ik ze verloren, want ik wilde de mensen gaan helpen. Omdat daar dus van alles en nog wat gebeurde. Ah, rustig aan. Kan je toch niks aan doen, Hoppie. Je hebt het goed gedaan. Maar gaan we battelen of zo? Wat moeten we doen? Ja, we gaan battelen. Oké, Milo, let's go. Pierce gaat ook helpen. Pierce zegt, ik geef die Pokémon natuurlijk niet de schuld. Maar ik ben een beetje boos op ze, toch wel. Pierce zegt tegen Hop, jij moet ook komen. Jij bro van de oude kampioen. Ja joh, let's go Hop. Hij zegt, ik hou jullie alleen maar tegen, ik ben te langzaam. Gewoon meegaan Hop, kom op. Pierce is ook wel een toffe gast trouwens. Milo zegt, Pierce mag er dan misschien een beetje eng uitzien. Maar hij kijkt echt uit, hij houdt zich bezig, hij zorgt voor andere mensen. Hij is gewoon de grote broer van iedereen, die Pierce. Oké, welke Dynamax Pokémon is hier dan? En mijn vraag van de dag is trouwens, welke Gigantamax Pokémon heb jij allemaal? Het is hier in ieder geval in Serena. Heb jij al Gigantamax Pokémon gevangen in Pokémon Sword and Shield? Wij kunnen in ieder geval wel lekker gaan Dynamaxen. Want ik weet dat er onder andere een Gigantamax Butterfree, Dreadnought, volgens mij ook Charizard, Snorlax, die slang
Pokémon, die kun je allemaal sowieso in een Gigantamax vorm vangen. En er zullen er vast nog wel meer zijn. Dus ik ben benieuwd. Welke heb jij al gevangen in de Wild Area? Ondertussen laat ik mijn Colossal lekker Dynamaxen. Zodat we iets Serene even kunnen gaan aanpakken, jongens. Inteleon begint met een Snipe Shot. Ja, dat is een watermove tegen een Grass-type. Hop, dat is toch niet echt heel erg slim. Obstacoon doet ook gezellig mee. Serena gebruikt Max Knuckle. En op die ga je dat doen. Oh, op Obstacoon. Oh, Pierce Pokémon is gelijk gesloopt. Oh, nee. Milo heeft trouwens de evolutie van Apple. Een Flapple. Kijk dan. Dit is echt een hele geinige Pokémon. Die wil ik ook nog wel hebben. Die vind ik tof. Anyway, wij zijn super langzaam. Dus wij mogen als allerlaatste. Maar we doen wel Max Flare. Bam. Oké, maar we slopen dit Serena toch niet in één keer. Dat heeft wel iets langer tijd nodig, zo te zien. Ja, Inteleon doet weer een liquidation. Ja, dit doet niet zoveel pijn met jouw Inteleon hoppy. En Flapple is lekker aan het verdedigen. Tenminste, die is zichzelf aan het boosten en zo. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ondertussen gaat Serena lekker door met aanvallen, hè. Dus kijk, dit gaat mij wel pijn doen, jongens. Misschien willen jullie ook gewoon even betere of andere aanvallen doen, zodat jullie me ook kunnen helpen. Anders had ik dit net zo goed alleen kunnen doen. In ieder geval, kijk, dit is een lekker tikkie hoor. Hoppakee. Serena is bijna down. Maar door Max Overgrowth krijgen wij allemaal wat healing erbij. Nou, nog één Max Flare en dan is het wel klaar. Maar dan moet ik wel deze even overleven, jongens. Want als ze nou weer mij gaat aanvallen, dan ben ik misschien wel de Sjaak. Kijk, die Flapple zit alleen maar Dragon Dance te doen. Wat zit je nou jezelf te boosten, Milo? Laat hem gewoon aanvallen. Hij moet toch down of niet? Freaking Milo. Hij doet nu Play Rough, dit Serena. Ja, dat kan ik gelukkig wel hebben met Colossal. En dan gaat Serena nu wel down door Max Flare. Hoppakee. Dynamax Serena. Ja, sorry, ik vind het lullig voor je Pokémon. Maar ja, je kan niet zomaar overal in het wild gaan Dynamaxen. Want dan heeft Galar een probleem, jongens. Oké, kijk, daar is Serena. Ah, oh, die ziet er nu heel schattig uit. Milo geeft Serena in ieder geval een revive. En Serena is er blij mee zo te zien. Milo zegt, nou, het lijkt erop dat dingen weer een beetje rustig zijn geworden hier. En Pierce zegt, ja, dat Dynamax gedoe. Het maakt niet uit hoe vaak ik het zie. Ik blijf het niks vinden. En er zijn vast wel meer Pokémon trainers die het Dynamaxen niet tof vinden. Ik vind Dynamaxen wel tof. Vooral Gigantamax. Maxen als hun vorm verandert. Dat vind ik wel vet. Maar Milo zegt, ja, er is wel iets raars met dat Dynamaxen. En Hop zegt ook, ja, er was niet eens een trainer. En het leek alsof de Pokémon zichzelf niet eens konden controleren. En dat klopt inderdaad, Milo. Normaal gesproken moet een Pokémon reageren op een Dynamax band. Maar ja, die waren er niet eens. Ja, dit is heel vreemd, Milo. Er was geen enkele trainer, dus dit is echt een mysterie hoe dit kan gebeuren. En Milo zegt, ik zorg er in ieder geval voor dat Turfield Stadium gaat zorgen voor deze Serena. Hey, je hebt me heel erg geholpen, dankjewel. Oh, Rikachu, als je me hulp nodig heb, bel me. Oh, en we krijgen de zeldzame leak kaart van Milo. Oké, volg me, kleine Serena. Doei, Serena. Oh, daar is de man met het lelijke kapsel. En daar is zijn broertje met een nog lelijkere kapsel. Freaking Swordward en Shieldred zijn er weer, hoor. Ja hoor, oh, en ze hebben de Pokémarkt overgenomen. Hop zegt, geef ons dat verroeste schild terug. En Swordward zegt, nee, nooit. Het is niet eens van jou. En zelfs als het van jou was, zouden we het niet teruggeven, zegt Shieldred. Kijk nu, ze staan te lachen, joh. Hop zegt, wat is er met jullie? Kom hier, dan kunnen we jullie battelen. Pierce vraagt zich ook af, wie zijn deze gasten? De toeschouwers en het personeel die zijn al lang geëvacueerd. Waarop zij zeggen, de simpele regels gelden niet voor ons. Dat is wat het betekent nu we bekend zijn. Jongens, mochten jullie ooit bekend worden, probeer niet te lijken op deze twee gasten. Want dit zijn echt choppies. Beetje jezelf beter voordoen dan dat je bent. Kom op, man. Wauw. En dan zeggen ze tegen Pierce dat hij rare smaak heeft wat betreft haarstijlen. Nou, ik vind dat haar van Pierce veel toffer dan het haar van jullie, hoor. Shieldred zegt, ja, zijn hele stijl is zwart en wit. Ha, heel goed, Pierce. Pierce zegt, denk je dat ik waarde hecht aan woorden van jullie of zo. Jullie zijn gewoon een stel choppies. Inderdaad, Pierce, lekker bezig. Swordward zegt, ja, maar ons experiment was wel een succes. En Shieldred zegt, ja, inderdaad. Laat ons nu proberen om een nog sterkere Pokémon te laten Dynamaxen. Ja, we zullen de echte natuur laten zien van Zacian en Zamazenta. Wat? Wat zeggen jullie over Zacian en Zamazenta? Shieldred zegt, jij verachtelijke kampioen. We gaan nog meer Pokémon laten Dynamaxen in het wild. Als je ons wil stoppen. Achtervolg onze goed uitziende konten. Kijk dan, het staat er echt. Our splendid looking bottoms. Wait, what? Doe eens normaal, joh. Het lijkt meer op bekende konten. Dude, what the F? Doe eens normaal, joh. En daarmee
Vaarwel. Of zegt, jullie zijn degene die dit veroorzaakt hebben. Stop! Peer zegt, doe maar rustig op. Je hoeft het niet zo moeilijk te maken voor jezelf. En Hop zegt, maar mama, ze rennen weg. En Peer zegt, ja, maar ze kunnen ons net zo goed opwachten en ons in de val lokken. Dus het is een slecht idee om onvoorbereid te gaan. Maar nog steeds, zegt Hop. Oké, ik snap het. Peer zegt, nou, laten we dan even met z'n allen weer rustig worden. Omdat ze zulke blaaskaken zijn, weten we nu dat het hun doel is om Pokémon te laten dynamaxen, terwijl dat eigenlijk niet hoort. En dat ze dat willen blijven doen. En wij gaan ze stoppen. Hop zegt, Rick, Piers, wij moeten die twee stoppen. En wij knikken instemmend. Let's go. Maar waar zijn ze? Oh, kijk, daar is Sonja. Die zegt, hey Rick, dingen die zijn echt helemaal verpest. Alles is een puinhoop. Nu is alles goed gekomen in Turfield. Maar nu is er in Hulbury Stadium en in Motorstock Stadium stront aan de knikker. Wat is er gebeurd in Turfield? Nou, ik zal wel even uitleggen wat er is gebeurd. Ja, Sonja, ja. En inderdaad, die zwaarte schild weirdo's hebben dat gedaan. Hey, kijk, nu is de hele gang weer bij elkaar. Sonja vraagt de Piers, wat doe je hier? Moet je niet weer terug naar Spikeman? En Piers zegt, ik ben een ex-gymleader. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Hey, betekent dat Marnie nu de gymleader is? Dat zou best wel vet zijn. Ik vind Marnie super cool. Maar belangrijker, je zei dat er meer Dynamax-Pokémon zijn in andere stadions. Ja, yep, oké, nou dan gaan we daar naartoe. Oh, Piers is gelijk. Die maakt zich gelijk zorgen over Marnie. Ja, zie je, Marnie is de gymleader van Spikemuth. En Sonja zegt ook, nee, daar gaat alles goed, Piers. Daar gaat alles goed. Ik zie alleen maar dingen gebeuren in Hulbury en Motorstoke Stadium. Hop, zeg je, ja, als dat echt allemaal gebeurt, dan kan ik niet simpel stilzitten en alleen maar toekijken. What about you, Rickachu? Nou, laten we lekker naar een van die stadions gaan. En laten we die Dynamax Pokémon even proberen te kalmeren. En daarvoor gaan we dan eerst wel eventjes... Ja, we gaan eerst naar Nessa, jongens. We gaan eerst naar Hulbury. Nessa, here I come to aid you. De muziekje van deze stad vind ik nog steeds een van de tofste muziekjes uit de game. Oké, let's go. Laten we Nessa ook nog even gaan helpen. Yo, Nessa. Nessa zegt, kom niet te dichtbij. Het is gevaarlijk hier. Ik ben de nieuwe Pokémon kampioen. Ik kan je vast wel helpen. Piers zegt, we kennen de situatie. Zijn de personeel en de toeschouwers oké? Ja, oké, die zijn al weg. Nessa zegt, nou, hoe langer ik naar jullie kijk, hoe meer ik jullie een heel raar groepje vind. Nou, bedankt. Piers zegt, nou, laat ons met rust. We komen hier om je te helpen. En Nessa zegt, nou, daar ben ik dankbaar voor. Deze Dynamax Pokémon is zo sterk dat hij me waarschijnlijk wel problemen op kan leveren. Ik ben veel meer zeker van mijn zaak als jullie me joinen in deze battle. Let's do it. Let's go, Nessa. Welke Pokémon is er dan in dit stadion Dynamax? In dit volledig lege stadion? Oh, oké, ik snap dat je dit niet alleen wil opnemen tegen deze Pokémon. Freaking Gyarados. Ja, Gyarados is wel een dingetje inderdaad. Maar oké, let's go. We gaan gewoon een Max Lightning bovenop zijn bakkes doen bij Gyarados. Even mijn Toxtricity Dynamax. Bam! Daar is die jongens. Ik heb allemaal van die lange Pokémon. Super grappig. Gyarados die is de snelste. Die begint met een wateraanval. Max Gazer. Oh, op Dreadnought. Oké, hij overleeft het gelukkig wel. Italian doet even een snijpsoortje. Die is not very effective. Wij doen even Max Lightning. Die zal waarschijnlijk... Lekker hoor. Lekker Toxtricity. Hij heeft nog 1 HP over. Dan kan Dreadnought of Obstagoon dit even afmaken. Oh, dit ging sneller dan de vorige battle. Hoppakee. Laat de Gyarados zien. Nessa zegt, dankzij iedereen's hulp is niemand gewond geraakt en hebben we de situatie onder controle gekregen. Ik hou die Pokémon hier in Hulbury Stadium, zodat het kan herstellen. Rick, als je ooit mijn hulp nodig hebt, laat het me weten. En we krijgen ook Nessa's zeldzame leak card. Nessa zegt, ik zie jullie later. Dankjewel voor je hulp. Echt super bedankt. Graag gedaan, Nessa. Dan gaan we snel door naar het derde stadion. En dat is het stadion in Motostoke City. Mrop, op mijn mooie fietsie. Hop. Pokeetje. Laten we even Colossal op de eerste plek zetten. En dan gaan we de volgende gymleader helpen. En daar staat hij al hoor. In zijn korte broekie. Kaboe. Kampioen Rickachu. En Piers. En Hop. En Hop zegt, meneer Kaboe, ik ben blij dat je mij herinnert. En Kaboe zegt, natuurlijk herinner ik je. En Piers zegt, ja, we hebben geen tijd voor wat chit-chat. Voor wat praat. En Kaboe zegt, ja, inderdaad. Want de situatie ziet er best wel slecht uit in het stadion. En Piers zegt, daarom zijn we hier. En Kaboe zegt, briljant. Deze tegenstander is veel te sterk om het in mijn eentje op te nemen. Dus ik vroeg me af wat ik moest doen. Maar met jullie aan mijn zijde ben ik ervan overtuigd dat we deze battle gaan winnen. Let's go, Kaboe. Daar gaan we. De volgende battle. En dit is een battle tegen... Oh, het is Torkoal.
Daar gaan we eens even een steenaanval bovenop gooien. Maar natuurlijk gaan we eerst Dynamaxen. Wij zijn een knijterlangzame Pokémon. Dus ja, dat is een probleempie. Dus wij zijn waarschijnlijk weer als allerlaatste aan de beurt. Maar goed, dat maakt niet uit. Uiteindelijk komen we aan de beurt. En dat is het belangrijkste. Hop heeft volgens mij een water-Pokémon. Ik denk dat hij dit met Inteleon gaat doen. Ja, kijk. Hop doet het met Inteleon. Dat is nice. Dat betekent dat Hop ook een super effective move heeft. Lekker bezig, Hoppie. Nu wel. Obstacle doet Throw Chop. En dan hebben we Sandy-Scorch nog van Kaboom. En die doet een crunch. Nou, dan is die toch al voor 1/3 kapot. Dan gaat nu Torkoal. Oh nee, ik ga. Ik ben nog sneller dan Torkoal. Lekker man. Hier komt hij hoor. Hoppakee. Ah, hij is nog niet kapot. Dat gaat niet zo snel als bij Nessa met die Gyarados. Maar goed. Torkoal doet Max Flare. Ja, die kan mij alleen niet raken. Dus dat is chill. Alleen mijn Sandstorm die raakt nu wel iedereen. Dat is toch weer even minder hè. Ah, raakt Torkoal ook. Dus dat is het belangrijkste. Inteleon, snipeshotje erop. Hoppakee. Lekker hoor. En volgens mij gaan jullie hem gewoon al slopen. Ja hoor. Lekker obstagoentje. Daar gaat hij al. Torkoal is down. Arme Torkoal die gewoon zomaar gedynamaxed is. Terwijl die dat waarschijnlijk zelf niet eens wil. Kaboom zegt, nou het ziet eruit dat we hem inderdaad weer het vuur hebben kunnen laten doven. Ik laat deze Pokémon hier rusten tot hij zijn energie terugkrijgt. En als we ook de hulp van Kaboom nodig hebben, nou dan mogen we ook Kaboom bellen. We krijgen ook van hem zijn zeldzame leak card. En Kaboom zegt, nou waarschijnlijk heb je nog veel meer werk wat je moet doen. Ga door, jullie jeugdigen. Dankjewel Kaboom. Oh, onze telefoon gaat. Ja, ik dacht al, we hebben net 3 puzzels opgelost, of in ieder geval 3 Dynamax Pokémon tegengehouden. En we worden nu alweer gebeld. Dus ik denk dat er nog meer stront aan de knikker is. Sonja belt ons inderdaad en die zegt, Rick, we hebben problemen. Die 2 weirdo's zijn in het Pokémon laboratorium. En Hop zegt, Sonja, ben je oké? En ze willen dat ik de Wishing Stars geef. Het gaat voor nu nog goed met me, maar kom alsjeblieft snel, want die guys die zijn creepy. Oh man. Pierce vraagt zich af wat ze willen met de Wishing Stars. En Hop zegt, nou, we moeten terug naar Sonja. En dan kunnen we dat verroesten schild misschien weer terugpakken. Laten we terug gaan naar het Pokémon Lab. En Pierce zegt, ja, die Hop die denkt echt niet na over dingen. Hop is inderdaad nogal roekeloos, Pierce. Nou, laten we terug gaan naar het Pokémon Lab. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dan gaan we eens even kijken wat die Sorbet en Shubert nu weer in hun schild voeren. In hun verroeste schild. Anyway, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Help me naar de 25.000 abonnees. We zijn er bijna. En wil je mijn lijst zien gamen? Volg me op Twitch.tv/Rickatune. Zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!